Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met een positieve bericht op Pinkstermaandag 24 mei. Op 24 mei vieren wij de tweede Pinksterdag. Wij gaan traditioneel natuurlijk weer naar de woonboulevards. Wij niet hoor. Wij deden traditioneel de Elfstedentocht. Fietsen. Op de motorfiets. Maar dat kan nu ook even niet. Gaan mijn man en ik binnenkort wel een keer weer doen. We hebben natuurlijk de routes wel en hopen dat we volgend jaar met iedereen dat kunnen vieren en doen. Want dat is gewoon heel leuk ook in de dorpen hoe ze dan de fietsers, want de fietselfstedentocht is het dan ook. En hoe ze de fietsers en de motorfietsers dan toejuichen. Echt hartverwarmend. Op mijn kanaal, op deze of op mijn Lumeria Winkelkanaal, staan ook nog hele oude filmpjes dat wij even bij het monument van Rhea Cliff even staan en heb ik gefilmd. En dan zie je die slinger van motorrijders voorbij komen. Leuk. Kan je nog even bekijken. Goed. Het is vandaag qua numerologie een 70-7 dag. De 70 cyclus begint. En eigenlijk is dat met Pinksteren wel een hele mooie. Want de 70 staat voor het geestelijke ontwaken. Voor het geestelijk welzijn. Voor geestelijk. Ik heb al heel veel filmpjes gemaakt. Dus even een slokje water. Dus geestelijk je ontwikkelen. Er gebeurt iets geestelijk. Daarom kan je op zo'n 70 dagen en in zo'n 70 cyclus van 10 dagen ook sneller hoofdpijn hebben. Of iets moeten doen waarover je goed moet gaan nadenken. Soms lukt het ook heel goed om examens te doen in zo'n tijd. Omdat je geest actiever is in die 10 dagen. Het kan ook zijn dat je sneller verdrietig bent. Sneller geëmotioneerd bent. Dat je de druk in je hoofd alleen maar ziet stijgen. Voelt stijgen. Als je bewust bent van deze numerologische energie, dan kan je dus daar ook gebruik van maken dat je al weet van oké, dat is de tendens van deze komende 10 dagen. En zeker op de 70 dag zelf. Dan kijken wij ook nog eventjes, als je lid bent van de Wereldse Gebeurtenissen of van Lumeria pagina op Facebook, dan deel ik daar elke dag, soms sla ik wel eens een dag over, want dan lukt het mij gewoon niet om helder na te denken en die energie te voelen, omdat het dan gewoon giga druk is geweest. En dan kan ik wel wat gaan zeggen, maar dat voelt dan niet goed. Dus ik plaats alleen berichten als het voor mijzelf goed voelt en ik kan intunen op die Schumann-resonantie-energie, dan plaats ik dat op. En dat is nagenoeg elke dag. Ik heb van de week toevallig, vrijdag heb ik overgeslagen. Aan het eind van de dag zag ik hoe rustig het was. En heb ik 3 woordjes geschreven. Ik dacht, meer hoeft niet. En dus dat deel ik ook. En als je dan al ziet dat er bijvoorbeeld een hele grote piek in die Schumann-resonantie komt. Een grote witte wolk met energie. Of een hele spitse straal met elektromagnetische straling en je zit in die 70 cyclus of die 70 dag, wow, dan weet je, kalm en rustig. Qua stenen kan je een hematiete bijnemen, een amazoniet of een amethysthartje. Eigenlijk is die cyclus met een amethyst heel mooi om te doen, want die amethyst zorgt ervoor dat jouw hoofd helder blijft, dat je kalm en rustig blijft om na te denken. Dat doet de sodaliet ook, maar de amethyst werkt nog wat meer op je hoofd. Als je dan, dit bedenk ik weer spontaan, anders had ik een hartje gepakt. Als je dan een klein mooi hartje hebt, dan kan je die bij vrouwen in de buste dragen. Mannen kunnen hem gewoon in de broekzak doen, maar wij hebben buste gekregen, zodat we stenen daarin kunnen bewaren voor een beetje geld. Geen telefoon, dames. Telefoons en pak je cheque, horen niet in je buste. Geld of een stenen hartje, dat mag wel. Sommigen zullen ook zeggen, nou Klaaske, geld ga je ook niet in je buste. Nou, dat hebben wij al eeuwen gedaan, hè? Dus dat doen we nog steeds. Ja, als ik op een festival loop, en nou kon het afgelopen jaar niet. Als ik op een festival loop en ik neem even 20 euro mee, omdat ik misschien wel iets tegenkom, iets lekkers of iets leuks, dan stop ik dat even in mijn buste en dan denk ik,
kan mooi bewaard blijven, want dan heb ik vaak geen zakken. En dan wil ik geen tasje meenemen, ik moet naar de wc. En dat is al heel klein en vies en smerig. Dus, nou ja, tip. Maar een amethysthaartje is heel fijn. Of een amethyst engeltje, of een amethyst knuffelsteen, of een hanger. En hoe reinig je dat dan? Een amethyst, het is telkens heel regenachtig weer. Er zijn een aantal stenen die kunnen niet tegen water, maar stenen vinden het ook heel fijn om even buiten in de regen te liggen. Even op een mooi plekje, in een pot, op een plant, in je tuin, dat je het wel weer terug kan vinden. Vinden stenen heerlijk. Stenen die je bij Numeria koopt, worden opgeladen, schoongemaakt, ook gewoon schoongemaakt, hè? Want als bij de groothandel vandaan komt, alles is in de hand geweest. Het wordt even schoongemaakt en netjes verzorgd. Bij je afgeleverd, zodat je hem gelijk kan gebruiken. Je kan ook een armband met amethyst dragen. Ik heb hele mooie armbanden met amethyst en labradoriet. Dat helpt je ook om bij jezelf te blijven. Nou, genoeg. Op de website www.lumeria.nl vind je het nog meer. Kan je meer lezen? Is ook gratis. Hoef je niet altijd voor te betalen. Vind je bijvoorbeeld deze kaarten. De affirmatiekaarten, deze staan er volgens mij los op, kan je ook los bestellen, maar kan je dus ook gewoon in je galerie even downloaden en delen. Dat mag. Wat staat er op deze kaart? Engelentroost. In de duisternis van mijn bestaan zie ik de engel verschijnen. Ze geeft me troost, inzicht en warmte. Ik zie het licht van hoop verschijnen aan de horizon. Mooi, hè? Nog een keer. In de duisternis van mijn bestaan zie ik de engel verschijnen. Ze geeft me troost, inzicht en warmte. Ik zie het licht van hoop verschijnen aan de horizon. Ik wens jullie een mooie Pinkstermaandag. Dag lieve mensen.